Kinderen zijn goddelijke geschenken en moeten daarom centraal staan. Het opvoeden van kinderen moet zijn als het verzorgen en koesteren van goddelijke geschenken. De boodschap van de bisschop van Paramaribo, Karel Tjuni, tijdens de Eucharistie-viering van de Sint-Petrus en Paulus-kathedrale-basiliek op maandag 25 december. De bisschop ging in op de positie van het kind, in dit geval in Suriname, die ten alle tijde veilig gesteld moet zijn. Gekeken naar de vele fysieke en emotionele gevallen van huiselijk geweld, is het belangrijk om hierin verandering te brengen. Tjuni ging in op de verschillende vormen van geweld waarmee kinderen dagelijks worden geconfronteerd. We komen tijd die precies, komt tijd naar juist te zijn. 72.4% voor alle tienerstrijden. Ik kies voor vol dat die er passie. Goed trainen voor vol. Tjuni benadrukte de zorgwekkende cijfers van seksueel geweld die nu op 11.1% staan. Opvoedingspatronen bij opeenvolgende generaties kunnen voor mogelijke brokken zorgen in het leven van een kind, merkte Tjuni op. Dat we presteren zijn op de situatie van de Sabiman, dat de mannen de pak de volgende de pak de volgende de grand pak de volgende dat is dat ze het zijn. De tjuni de grote kobiji, de volgende Tjuni besloot met de hoop op een betere toekomst voor elk kind in Suriname.